Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Goeie Frag. Mijn naam is Tom en dit waar je nu naar kijkt is een soort van videoshow waarin jij een vraag achter kan laten en dan gaan wij die met de hele redactie van Gamersnet beantwoorden. Vorige keer hadden we een leuke vraag over waar we nou het meest naar uitkijken in het nieuwe jaar. Dat is 2017, mocht je in een ander jaar kijken. In ieder geval waar we het meest naar uitkijken. En deze week komen we terug met een vraag die weliswaar weer over 2017 gaat, maar hij was een klein beetje anders. De vraag komt namelijk van Pim Huberts. En onze allerliefste Pim die vroeg zich af, van welke game denk je nou dat hij het meest gaat verrassen in 2017? Dus het kan alle soorten verrassingen zijn, maar goed, take it away, redactie. We gaan kijken welke game nou is de meest verrassende titel van 2017 zou kunnen zijn. Dankjewel Pim, goede vraag. Even één ding, met verrassingen is het altijd lastig te zeggen wat er gaat komen, want het zijn natuurlijk verrassingen. En als je het al wist, dan waren het uiteraard geen verrassingen meer. Maar wat we wel kunnen doen, is een beetje gewoon glazen bol turen. Het scheermes van Ockham. Gewoon alle onwaarschijnlijkheden weghalen. En wat er dan overblijft, is hoe onwaarschijnlijk ook de waarheid. Hey. Opgelet bij filosofie. Want we kunnen bijvoorbeeld zeggen, Rockstar die is druk bezig met Red Dead Redemption 2. Dat betekent dus dat er waarschijnlijk geen GTA 6 aangekondigd zou gaan worden. Want ja, de mensen zijn druk bezig met de ontwikkeling van Red Dead Redemption 2. Een nieuwe Elder Scrolls of een nieuwe Fallout. Fallout is sowieso heel onwaarschijnlijk omdat ja, vorig jaar, twee jaar geleden, is laat het op anderhalf jaar, is Fallout 4 uitgekomen. Ja, dus dat er een nieuwe Fallout gekomen is sowieso heel onwaarschijnlijk. Daarnaast is Bethesda druk bezig met Prey en met Quake. Dus de kans dat er een nieuwe Elder Scrolls gaat komen dit jaar al is ook heel klein. Wie wel tijd vrij heeft, dat is Microsoft. Want ze hebben Scalebound gecanceld, ze hebben nog iets anders gecanceld. Vraag me niet welke, maar volgens mij wel. Daarnaast zijn ze bezig met Crackdown. En Crackdown, ja, daar hebben we al heel lang niks meer over gehoord. Dus hoe het daarmee zit, geen flauw idee. Die kan ook zomaar gecanceld gaan worden. Dus dat betekent dat die heel veel mensen vrij hebben. Dus heel veel tijd om een super toffe nieuwe titel te ontwikkelen. Dat zou kunnen. En Ubisoft. Er is vorig jaar uiteraard geen Assassin's Creed verschenen. Dus het zou zomaar kunnen dat we dit jaar de nieuwe Assassin's Creed gaan krijgen. En ik denk dat dat tussenjaartje de serie wel gewoon goed heeft gedaan. Dus dat zou kunnen dat er een nieuwe Assassin's Creed gaat komen die helemaal vernieuwd is en helemaal super tof wordt weer. Terug gaat naar de roots van de franchise. Een nieuwe Far Cry zou tof zijn. Geen prehistorie. Was een leuk uitstapje, maar gewoon weer in de stijl van 3. Dat was in mijn optiek de beste. 3 en 4. Ja, en verder blijft het gewoon giswerk, want het kan altijd zijn dat een studio komt van oh nee, we hebben toch nog iets super tofs in de pijplijn zitten en dat ze dat er gewoon uitspijen. Dus dat weten we niet, maar mijn hoop en mijn visie zegt dat we dit jaar of een heel nieuwe toffe Far Cry of Assassin's Creed gaan krijgen, of een heel nieuwe titel van Microsoft. Pim, sowieso interessante vraag. Klein beetje mindfuck, want het is waar we de grootste verrassing van verwachten. Nou, was de game waar ik het meest naar uitkeek, was natuurlijk Sea of Thieves. Want ja, het is de enige game ooit waar ik hype voor heb gevoeld. En dat kun je ook allemaal terugvinden in de vorige Goeie Frag. Maar als het is de grootste verrassing, dan ga ik voor Below. En Below is misschien, ja, dat is een game waarbij niet heel veel mensen meteen een belletje gaat rinkelen. Want ja, die game is een beetje een indie en die is ook al zeg anderhalf jaar een beetje van ja, de aardbodem verdwenen. Het is basically een permadeath spelletje gemaakt door Capybara. Dat is een relatief klein team die op zich best wel koddige indie games maakt, die altijd wel iets van diepe onderliggende betekenis hebben. Klinkt natuurlijk heel pretentieus, is het misschien ook een klein beetje. Maar van Below verwacht ik gewoon, omdat het al zo lang niet in het nieuws is geweest, maar Capybara op zich best wel een goed concept heeft neergezet, dat die game heel hard zou kunnen gaan verrassen. Dat het misschien wel een soort van de nieuwe Binding of Isaac kan worden. Want ja, kleine indie, erg verslavend, permadeath systeem.
En het leuke is, in Below zit ook iets meer mysterie. Want je moet een grot ingaan op een eiland wat je niet kent. En niks spreekt voor zich. En je moet zelf maar ontdekken hoe je overleeft, weet je wel. En, oh, ik krijg een wond. Oh, dan, oh, als ik daar dan een fakkel tegen die wond aanhoud, dan kan ik die wond dichtbranden, weet je wel. Dat soort van die kleine mechanieken die je allemaal zelf uit moet vinden. En dan telkens als je doodgaat, moet je weer helemaal opnieuw beginnen. En is die hele grot die je steeds dieper aan het verkennen bent, die wordt weer steeds anders. Ja, ik weet niet. Dat klinkt allemaal super pretentieus. Ja, is wel weer een indie. En ik weet dat Peter dan weer helemaal zo gaat van, oh jongen, is alleen maar gefocust op lelijke pixels en jalalala. Nee, ik verwacht op zich wel van Below dat het aan twee kanten zou kunnen gaan verrassen. Dus het is ofwel straks een enorme hit en schijnt de volgende Binding of Isaac te zijn. Of we horen zeg maar 2 jaar lang niks van die game en hij verschijnt en het is echt gewoon pure grocht. Gewoon een en al poepgame. Dus ja, het zou twee kanten op kunnen gaan. Maar ja, als er iets gaat verrassen dit jaar, dan is het Below. Moet hij alleen wel dit jaar verschijnen, want kan dat hij gewoon weer wordt uitgesteld. You never know. Als je mij vraagt wat de verrassing van 2017 wordt, dan kan ik alleen maar zeggen dat we dat niet zeker weten. Want anders zou het geen verrassing zijn. En naast dat het waarschijnlijk de ultieme verrassing wordt dat Partij van de Dieren nummer 1 wordt, denk ik dat als ik eventjes in mijn glazen coinblok kijk, dat Nintendo meer crossovers gaat doen. Waarom denk ik dit? Nou, we hadden natuurlijk vorig jaar, net tegen het einde aan, kwam Nintendo ineens op de proppen met Super Mario Run. Dat is natuurlijk samen met Apple, natuurlijk komt het ook uiteindelijk op andere mobiele apparaten. Maar Nintendo was daar normaal niet zo van. En eerder kwamen ze natuurlijk al met Hyrule Warriors, dat is met de studio achter de Dynasty Warriors games. Nu komt ook Fire Emblem Warriors eraan en ik denk dat Nintendo zich steeds meer in begint te zien dat er toch wel wat te halen valt in het crossover met andere mensen. Ze zijn al sinds vroeger een beetje, hebben ze hun scheentjes al een keer verbrand met films zoals de Super Mario Bros. Movie, waar we maar eventjes niet over zullen praten, Rip en Bob Hoskins. Maar ja, ik denk dat Nintendo daar nu wel toch wel weer een beetje op terugkomt. Pimbert, goeie vraag. Echt, dat is de vraag waar ik al eeuwen op zat te wachten. Wat wordt nou echt de verrassing van 2017? En ik weet, er zijn van die mensen, die geven zo'n flauw antwoord van, ja, je kon helemaal niet zeggen wat de verrassing wordt van 2017, anders is het geen verrassing meer. Van cliché, maar daar heb jij natuurlijk niks aan, Pim. Jij wil gewoon echt gewoon een game horen. Jij wil gewoon weten van, welke game denken we nog niet zoveel over, maar die gaat echt iedereen, vriend en vijand, tyfus hard verbazen. Nou, en het antwoord is maar één. Het shirt wat ik aan heb. Spider-Man. Jongen, die Spider-Man game wordt zo fucking awesome. En we weten er inderdaad nog helemaal niks van. Echt nul. Maar het wordt zo vet. De levende stad New York. Insomniac Games die ermee bezig is. Van Ratchet & Clank. Fucking awesome. Fucking awesome. En dit kan alleen maar een vette game worden. Want wat zijn we toe aan een goede Spider-Man game? Gewoon GTA met gewoon Spider-Man hebben. Fucking awesome. Dat willen we allemaal. Oh, en ik denk dat er een hele goede, uitgebreide, vette Star Wars VR-game wordt aangekondigd. Want Criterion heeft nu die X-Wing VR-missie gemaakt. Was fucking goed, ze hebben dat nu allemaal staan. Ze hoeven nu alleen nog maar wat meer planeetjes erbij te tekenen en wat meer voertuigjes te maken. Je hebt gewoon een fucking vette game. Dus dat wordt ook een leuke verrassing tijdens de E3. Tot dusver de goede frag van deze keer. Dat waren de titels waarvan wij het meest verwachten in 2017 als het aankomt op grote verrassingen. En ja, nu ik erover nadenk is dat best wel een mindfuck vraag. Maar dat maakt niet uit, dat waren onze antwoorden in ieder geval. Heb je zelf nou ook een antwoord? En zeg je van, nou ik was het wel eens met die redacteur. Of juist, what the fuck, al die stakkers die hebben het compleet fout. Laat het weten in de reacties. En natuurlijk als altijd geldt, laat een nieuwe goede frag achter. Dus mocht je nou zeggen, ik wil dat jullie het volgende week daar en daar over gaan hebben, drop die vraag in de comments hieronder. En wie weet zijn we dan volgende week of over 2 weken of wanneer dan ook terug met jouw vraag en de bijbehorende antwoorden in een nieuwe goede frag. Without further ado, ik hoop jullie snel weer terug te zien op gamersnet.nl. En als je dit op YouTube kijkt, je weet het. Vind je het een leuke video, laat een like achter. Vond je het geen leuke video, drop die dislike, jongen. Come at me, bro. En hopelijk tot snel op gamersnet.nl of waar dan ook. Ik hoop je te spreken. Adios, de ballen. Houdoe en bedankt.